lekkere appelkaneelcake. Hij is serieus lekker. En alle dingen zijn lekker. When these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up. Hey mensen, dit is super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Kero. En wij zijn nu onderweg naar de glutenvrij fabriek. Want mijn moeder mag geen gluten. En daar kan ze dan dingen gaan proeven. En wij kunnen daar ook dingen proeven. We kunnen kijken hoe de dingen worden gemaakt. En al dat soort dingen. Dus dat is super tof. Dat is echt leuk. Ik heb er best wel veel zin in. En ja, voor de mensen die niet echt weten wat gluten zijn. Dat zijn dingen die vooral zitten in tarwe. En dat zit in brood, koekjes, chocola, ijs. Soms een suiker. Allemaal lekkere, maar natuurlijk ook wel wat vieze dingen. Hè? Waar je maar van houdt. Maar in heel veel dingen zitten gluten. Om het steviger te maken. Maar ook ja, omdat het niet anders kan. Bijvoorbeeld met brood. En dat mag mijn moeder dan dus niet. Omdat zij kan niet tegen gluten. Want dan wordt ze een beetje ziekjes. En ja, dat is gewoon niet zo leuk. Dat hebben sommige mensen. Zij moet glutenvrij eten. En dat is niet altijd lekker. En nu gaan we bij deze fabriek kijken hoe dat glutenvrij wordt gemaakt. Wat nou wel lekker is en wat nou niet lekker is. En dan weet mijn moeder ook wat ze wel kan eten en kopen in de winkel. Wat ze ja, niet zo lekker vindt en dus niet gaat kopen in de winkel. Want glutenvrije producten zijn ook vaak veel duurder dan niet waar gluten gewoon in zitten. Dat is bijvoorbeeld een brood kost bijvoorbeeld 1 euro en bij mijn moeder dan dus 2 euro of zo. En dat zo is beetje. Omdat het dan in een fabriek wordt gemaakt, waar dan dus ook geen brood waar gluten in zit kan voorkomen. Dus moet het speciaal worden gemaakt. Dus dan wordt het duurder omdat daar dan meer geld ook voor nodig is. Ja, en tijd zit natuurlijk. Dus dat is wel hartstikke vervelend. En ja, wij gaan nu dus kijken wat mijn moeder en wij ook wel lekker vinden en wat niet lekker is en dan weet zij dus dat ze in de winkel dat niet hoeft te kopen en dan ja dat dan hoeft ze niet hoeveel geld uit te geven want dan weet ze wat ze wel lekker vindt en niet lekker en dan weten wij dat natuurlijk ook. Kerel herhaalt alles wat hij al langer heeft gezegd. Dus daar zijn wij nu naar op weg en dan zie ik jullie zo weer. Jullie ook wat meer weten over glutenvrij, want ik vind dat ja, 1 leuk om te vertellen en 2 ik vind het ook best wel dat meer mensen mogen weten wat het nou is en hoe het allemaal wordt gemaakt en zo. Dus als ik daar mag filmen, dan ga ik daar zeker voor jullie filmen en anders, ja, dan weet ik het niet. Mensen, wij zijn er. Mensen. Oh, ja, ik doe een jas aan. Woe! Mensen, we zijn er dus. En waar we zijn, wij komen. Sensa, dat is een glutenvrije fabriek. Die maakt dus alleen maar glutenvrije dingetjes, zodat mensen die dus geen gluten mogen, toch lekker een keertje een broodje kunnen smeren, glutenvrij brood. Even een ijsje kunnen eten, even een koekje eten bij de thee. Al dat soort dingen, want anders dan zou mijn moeder dus eigenlijk alleen maar, ja, wat zou ze dan mogen eten? Bijna niks. Dus dat is heel fijn dat dit soort fabrieken zijn. Het waait een beetje hard. Ik hoop dat jullie mij goed horen, maar ja, ik ga vragen of ik hier mag filmen en als het niet zo is. Ja, I'm sorry. Dan kan ik er ook niks doen.
dit mag mijn moeder bijvoorbeeld niet. IJsjes ook niet. Dit zijn dan de producten die nog glutenvrij zijn. Die ook glutenvrij zijn gemaakt. Maar als het niet glutenvrij zijn, zijn de moeder dus niet mogen. Kipnuggets mag ze bijvoorbeeld ook niet, maar deze kipnuggets zijn wel heel lekker. Lekkere appelkaneelcake. Hij is serieus lekker. En alle dingen zijn lekker. We hebben net ook pannenkoek gehad. Kipnuggets. Dat was ook heel lekker. En nu een lekker cake. En hij is echt lekker. Maar wel heel duur. Maar ja, hier is alles gratis niet. Hoezo? Mensen, wij gaan alweer weg. Het was serieus lekker. Dan moet je eerst kijken waar dat gratis ergens staat. Het is gratis als vlakbij. En dan geef jij hem een heel harde set. Dus dan gaat hij over de gratis heen. Dan gaat hij nooit op gratis. Oh ja. Maar het was serieus lekker en wel duur, maar je kon nu proeven, dus ja, het was het gratis. Het was goed, het was in Nederland. Inderdaad, we gaan nu weer weg hier vandaan en waar we naartoe gaan, ja, dat weet ik niet. Als een verrassing, haha. Oh, dit komt op YouTube. Snel, knip eruit, gaat fout. Oké. Dit filmt Romy dus allemaal. Net zoals bij ons eigenlijk. Nou, film je dit voor Tabast? Nee. En dan dacht je op de kaart zo en dan duurde het eruit. Oh, ik vind het allemaal mooi. Wij waren net bij de nicht van mijn moeder en dat was hartstikke gezellig. En nu gaan we weer naar huis. Bestemming naar huis. Volgens mij regent het Een beetje, maar ik weet het niet heel zeker. Het dan? Nee, ik weet het niet heel zeker. Nou, zet even hieronder in de reacties wat jullie denken. Regende het of regende het niet? Ik denk het niet.